Een HEMA-dierenpark. Baby's in de achtbaan. We gaan baby's toelaten in de Python. En leven in de klas. Nou, ik vond het echt heel grappig. Tja, een grap uithalen op 1 april, het is hartstikke populair. Het is wel 1 april. En niet alleen nu, nee, al jarenlang. Lang geleden hielden de Grieken en Romeinen al grappenfestivals. Iets later, in de middeleeuwen, werd het Feest der Zotten gehouden. Waarom wij nu in Nederland op 1 april grappen maken, is niet helemaal duidelijk. Het kan hiermee te maken hebben. Tijdens de 80-jarige oorlog veroverde Nederland het dorpje Den Briel terug van de Spaanse generaal Alva. Dit gebeurde op 1 april 1572. En dus werd de grap, op 1 april verloor Alva zijn bril. Ja, dat was toen heel grappig. En ook wij van het Jeugdjournaal houden wel van een grapje. Leren autorijden op je 13e en je rijbewijs halen als je 14 bent. Dat kan voortaan voor veel kinderen in Nederland. Ja, goed zo. En gas geven. Vorige week stond hij opeens op beelden van wildcamera's. De bruine beer. Maar je kan het ook kleiner houden. Persoonlijk moet ik altijd lachen om deze classic. En om nog meer te genieten hebben we voor jullie de 1000 leukste 1 april grappen op een rijtje gezet. En op nummer 1000...